kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. En zoals je kan zien, we zijn weer op de Tilburgse kermis. En we gaan hier samen met Justin, hey! En met Tino, die zit daarvoor, gaan we in de Volca Marina 2.0, oftewel de Snowjet. En dat ding gaat loei en loei hard, maar dat ga je zo zien, mensen. Waar gaan we dan, mensen? Twee Snowjets, nummer 1 en nummer 2. Volgens mij uit mijn hoofd zit de nummer 2, de nieuwere versie. En die andere versie die heb ik al een keertje eerder gedaan. Vorig jaar volgens mij, of het jaar ervoor. Maar toen vond ik hem best wel tegenvallen. Ik ben benieuwd hoe deze is. En nu valt hij wel mee, weet je wel, je draait alleen rondjes, een beetje Volca Marina. Maar straks ga je natuurlijk full speed. Een soort van launch. Zin in. We staan hier voor de jumper, vandaar dat je een beetje hard geluid hoort. We zitten nu in Propeller. En dit is mijn favoriete Nederlandse, was eerst Nederlandse kermisattractie, namelijk van Orderman in Version XXL, nu Propeller. We zitten met z'n tweetjes erin. Ja. Hij draait nu voor 4,50 en ik heb gezegd, doe maar een lekker heftig ritje. Hij zegt, ja, is goed. Nou, we gaan zien wat er van komt. Hij is nou gaaf en dan zijn we nog deze tel. Ik vind deze zo leuk. Oh, we zijn over de kopje heen. Ja hoor. Geniet van het uitzicht, Justin. Hij gaat hier ook echt rakelijks langs die bomen heen, hè? Holy cow! Ik zie dat in de twee man. Moet mijn camera maar goed vasthouden! Dat ding naar beneden pleurt, hè? Ja hoor! Deze leven. Wauw. Hup, gondelren erop. Ja hoor. Ik zei doe maar een goed ritje en hij doet het hoor. Hoe vet, ja. Gondelren erop, alles. Even van het uitzicht genieten. Oh, daar gaan we weer. Oh, achteruit! Ja hoor, oh fucking hell. Lekker hoor. Zo! Even de camera laten. Oh! Is dit hem al? Nee. Doe het nog een keertje. Hij gaat nog een keertje. Gelukkig. Hoe vindt Justin tot nu toe? Ik vind hem echt fucking gaaf. Hij is vet, hè? Ja, ik wist niet dat hij ook zeg maar zo ging.
Ik dacht dat je meer rondjes bleef rijden en zo, maar blijkbaar niet. Ja, hij is vet. Kijk, een dubbel rondje voor ons. Ja, natuurlijk. Oké, rondje van de zaak. Rondje van de zaak. Dat is netter. Dat vind ik serieus netter, dat ze dat doen. Ja, dat doen ze vaak als het rustig is, hè. Nou mensen, ik neem jullie even mee omdraaien. Hij gaat er andersom. Hop, we gaan achteruit. We gaan er andersom, hoor. Zo! Oei, oei. Hij weet de bal lekker te draaien, hoor. Hey. Nou mensen, dit kermisjaar staat natuurlijk in het teken van ongelukkige dingen. Dingen die gebeuren helaas zonder dat je daar invloed op hebt. Zoals bijvoorbeeld het hier is gebeurd met dit apparaat. Ja, ik wil erin. Jij wil erin, ja. Meid? Doe. Niet onder ons wagentje komen, hè? Kijk staan. Niet staan onder ons wagentje komen. Ja, het is gebeurd mensen. Het kan heel heftig zijn natuurlijk. Het ziet er niet heftig uit, maar ja. Ja, zelfs bij zo'n kinderzaak kan het gebeuren, hè Justin? Ja, het is bij mij gebeurd toevallig. Ja, dat is te zien aan je. You did it! Ja mensen, propeller. Ik vind nog steeds echt een heel, heel vet apparaat. Maar mijn topper van de kermis blijft nog altijd Ghost Rider, waar we straks naartoe gaan. Ja. Ja. Zijn ook. Echt leuk. Condooms kunnen fixen hier. Ja, vorige keer, afgelopen maandag waren hier natuurlijk ook. En toen was die roze maandag. Overal van die gratis condooms en zo. Je kon je laten inenten voor SOA, dat soort dingen. Gekke werk hier. Mensen, we gaan door. Nou, dit hebben we allemaal vorige week al gedaan. Die eclipse die daarachter staat. Ja, die gaan we niet meer doen denk ik. Ik weet niet. We gaan wel in elk geval even naar Ghost Rider. Ja mensen, we zijn weer aanbeland bij mijn favoriete attractie van de Tilburgse kermis. De Ghost Rider! Oh mijn god, mijn fapapparaatje. Ja, en jullie kunnen erover meepraten, Gino. Ja. Hij is vet hè? Ja. Ja, ja echt. Het is echt, echt, echt een topapparaat dit. Als deze vlog online staat, is helaas de kermis alweer weg in Tilburg. Maar ja, als je hem ooit nog een keer tegenkomt, doe hem. Want echt, serieus, dit moet je meemaken. Vette show die erbij draait. Hype. Vol de kruis open mensen. En dit ken je zowel vooruit als achteruit. Maar daar gaan we straks meer van zien. We'll be right back.
rijden. Hij gaat namelijk achteruit rijden, we kunnen regelen. Hij gaat zo meteen. Als hij, hij gaat nou al achteruit. Hij gaat nou al achteruit. Mijn favoriet van de Tilburgse kermis van dit jaar. Ik voel hem wel in mijn rug. Het is een hele andere beleving als dat je hebt als dat je vooruit draait. Voor de mensen die niet weten waar ik over bedoel, ja, kijk de video's maar. Ik heb ook echt last van mijn benen, man. Van je benen? Ja, ik echt van mijn rug.
Ja, wij hebben het ook een stuk langer. Maar nogmaals mensen, dit is niet iets wat hij normaal gesproken doet en mag doen. Want het is eigenlijk heel slecht voor de machine. Dus eigenlijk heb ik nou gewoon heel die machine verneukt. Maar ja, jammer joh. Ah, en jammer voor je. Hij kan niet meer openzetten. Hij kan niet meer open. Dan staat hij hartstikke stil. Over stilstaande attracties gesproken. De chaos mensen. Ja, je ziet het al. Onze KMG Afterburner. Zoals jullie weten, stap ik niet graag in dit soort dingen. Als je wil weten hoe het er mij aan toe ging in Rotterdam, hier komt een klein stukje. Oh nee, we gaan. Ik heb hier zo geen zin in. Is hij al boven? Ik wil niet over. Oh god, nee. Wat voor apparaat stoppen ze me nou in? Oh nee, 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 niet gaan. Nee. Nee. Dat wil ik niet. Oh. Ja, ik pak graag een koffer en ik ga heel graag. Ga niet hoger! Nee, niet hoger. Nee. 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 Nog een keer? Nee. Nee, niet party alarm. Ik wil geen party alarm. Oh, gaat dat niet? Oh! Hij gaat over de kant, oh nee! Nee! Dat wil ik niet hoor! Oh nee! Oh god, het alarm gaat af! Oh nee! Je moeder is weer binnen! Oh! Ik ken die video! Jij ja, kent die video! Ja. Ik heb het doodgegild in dat ding. Niet omdat ik het bepaald heel eng. Ja, ook wel een beetje, ik weet niet. Ik vind het. Ik word nergens misselijk in, want je ziet, ik stap zo in de Ghost Rider. Nergens last van, alleen een beetje van mijn rug. Maar als ik in zo'n ding stap, word ik serieus misselijk. Dat is het enige apparaat waar ik misselijk in word, een afterburner. Nou, weet jullie dat ook gelijk weer. Maar ja, hij staat stil, hij gaat ook niet meer open deze kermis. Want ja, hij wordt morgen afgebroken, gaat het in de KMG. Want ja, jullie weten allemaal dat er een ongeluk is gebeurd. Kom nu in beeld. Ja mensen, je moet natuurlijk niet aan denken dat het bij deze attractie ook gebeurt. Het is gewoon extreem heftig wat hiermee is gebeurd. Echt serieus. Ik zou... Stel je staat buiten en je ziet het gebeuren. Er is ook één dooie aan overgehouden. Heel heftig. Mensen. Maar goed, aan de vraag zou ik hier nog instappen. Normaal gesproken wel, maar ik stap hier toch al nooit in. Dus ja. En jij Gino, zou jij er nog instappen? Ik zou er gewoon in gaan. Ja? Waarom ja. niet? Nee, ik ook. Maar ja, goed, zoals jullie al weten, ik had het sowieso niet gedaan. Wat ik het engste vind aan KMG-attracties, kun je ook wel zien, ik zal het een klein beetje laten zien. Die beugels, er zit geen riempje of iets. Dus wat er ook gebeurd is volgens mij, als het niet zo is, dan moet je me verbeteren. Bij de Fireball in Amerika, waar het dus ja, mis is gegaan, is zo'n bakje dus afgebroken. En zijn er een paar mensen uitgeflikkerd. En waarom? Omdat die beugels, die hebben geen extra gordeltje. Beugels blijven gewoon dicht zitten. Nee, er zijn een paar mensen in uitgeflikkerd, gek. Nee, dat bakje dat ook weg, maar die beus staat er gewoon vast. Dat is niet, want er zit toch daar iets in waardoor... Dat werkt toch niet meer als dat ding eraf breekt? Ja, dan gaat dat ding toch open? Volgens mij zaten die beus gewoon dicht. Nee, ja, maar hoe kan er dan? Er zweven twee mensen in de lucht al. Je weet toch dat als die dicht gaat, hoor je zo... Ja, het zal wel aan mij liggen. Dat breekt toch af als... Dus dan gaat hij vanzelf weer open. Dikke ruzie hier om dit apparaat. Nou mensen, als jullie het weten, zet in de reactie. Er zijn ook voor één dooie gevallen. Hartstikke erg natuurlijk, 18 jaar. Je wil natuurlijk niet meemaken dat zoiets gebeurt. Maar ik vind het wel goed dat ze hem even dicht houden. Maar aan de andere kant vind ik het doodzonde. Tilburgse kermis. Het moet precies gebeuren tijdens Tilburgse kermis, weet je wel. Ik denk van ja, had het dan laten gebeuren. Nou, had het helemaal niet laten gebeuren gewoon. Maar ja, goed. We gaan even iets heel anders engs doen. Hè Tino? Ja, als ik het mag. Als het mag. Want eigenlijk voor 18 jaar en ouder, namelijk bungee jumpen. Oftewel, gewoon van 55 meter naar beneden springen. Ja, gek. Maar dan moet je dus 18 jaar voor zijn en onze Tino is net 16 geworden. Ja, maar ik heb wel toestemming, maar ik weet niet of ze moeilijk gaan doen. Want krijg je een formulier, dan moet je invullen. Ja, moet je invullen. Maar ik heb apart een handtekening, dus ik weet niet Je tekent letterlijk je dood, hè. Dan ja, stel je valt dood, heb jij getekend van ja, ik heb dit vrijwillig gedaan. Besef. Maar goed, buiten dat...
ik doe het niet. Ik zeg heel eerlijk, ik doe alles behalve een afterburner. Nee, kijk, dingen waar ik echt angst voor heb, dat is bungee jump of een parachutesprong. Dat zou ik echt niet van mijn leven doen. Waarom? Dat begrijp ik niet. Waarom? Ja, omdat je valt, je pleurt letterlijk gewoon naar beneden. Ja, maar je zit aan. Ik dacht naar boven. Ja, ik denk dat parachute springen nog net iets enger vindt zelfs. Ik heb dit al gedaan, Kevin. Als je eenmaal die... Ja, jij hebt het boven het water gedaan, hè? Dat is anders. Okay. Hier val je op asfalt. Nee, maar als je eenmaal dat ding om je benen voelt, dan denk je, ik kom nooit meer los. Ja? Dan denk echt, ik kom nooit meer los. Ja, dat mag hopen voor je, ja. Anders heb je toch mooi pech. Ja. Hé, hey, jammer voor je. Wat is dit? Ik wil eigenlijk zo'n Snickers, dat is wel lekker. Binnen. Lekker. Binnen, ja, graag. Ja. Nou, je kan hier ook contactloos betalen. Snap je hem? Ja, ik wel. Heel veel mensen snappen deze niet, maar wij wel. Jammer voor je. Oh mijn god. Ik was te laat met filmen mensen, maar hier, er springt er al eentje. Die is ook levensmoe, zie je dat? Oh, verschrikkelijk. Ik zou dat echt nooit van mijn leven doen. Echt respect als je dit doet. Dino, ik heb respect voor je hoor. Als je het mag doen. Als het niet mag, dan zal het echt vet lullig zijn. Nee, maar jij bent toch mijn voogd, dus als jij gewoon handtekening zegt, dan... Ja, ik ben jouw voogd. We krijgen ook samen een keer. Ze laten me gewoon naar beneden bungelen zo van ja. Kijk. Nou Gino, je hebt net je doodvonnis ondertekend. Dit is jouw kaartje. Ja. Laatste woorden, heb je die nog? Ik hou van jullie allemaal. Oh, ik hou ook van iedereen jou. Die kijkt. Oh, nou dat zijn er maar... Kijkt er ook echt iemand naar? Nee. Ja, kijk hier ook mensen naar? Nee, sowieso niet. Kijk, daar moet je straks in. Hij denkt dat je bosje. Ja, die is gelijk bewusteloos joh. Oh, wat eng. Ja, ook zo'n kabel kan breken. En net als met de katapult kan dit ook gebeuren. Ach, ik praat even moed in. Ik heb het toch al een keer gedaan. Ja, maar het kan altijd fout gaan. Ja. De kermis is kilometers lang. Voel je al comfortabel, Gino? Nee. Het is hartstikke los. Los. Ik had toch aangevraagd te laten springen zonder touw? Dat was goedkoper namelijk. Ja, oké. Dus ja. Ik heb al betaald. Oh ja, pak. Vanavond gaan we. Jij gaat vanavond niet meer, dan lig je in het ziekenhuis. Dan lig je ergens in een kist, weet je wel. Mijn kist staat al klaar. Hè? Mijn kist staat al klaar. Je kist staat al klaar. Kom op dames, niet zo ver weg blijven staan. Even een vreugdedansje vlakken naar beneden maken. Hier kan je zelfs voor even over de stand heen zweven. Zin in? Of je valt te pletten. Is dan zo klein. Van 18 tot 80, dit moet je een keer meegemaakt hebben jongens. Even over de stand heen zweven. Nou, Gino is er klaar voor. Ja. Er is nog één iemand voor je. Ja, kijk dat wel. Zin in? Ja. Nog steeds geen spanning, hè? Nee? Echt niet? Misschien als je vast naar boven staat. Ja, precies. Oh. Daar gaat-ie. Onze Gino. Gino, echt diepe respect dat je dit doet, serieus. Ik zou dit nooit van mijn leven doen. Zo mensen, even een mooi plekje uitgezocht. Daar haal je hem hoor. Gino, je bent een held. Hij is al boven. Ik sta gewoon helemaal te shaken voor hem, hè. Oh, we gaan van mensen die niet durven. Daar gaat hij. Wow! Dank, Nessu! Oh, wat een held. Wat een held. Gino. Ja, dat was vet, man. Voor vet? Ja. Jij doet het ook gewoon. Ja, waarom niet? Jij bent zo gek, jongen. Echt serieus.
Die band zegt omdraaien, zo, 1, 2, 3 en dan spring je gewoon. Bovenin nog steeds geen angst, hè, gewoon springen. Nou mensen, ik was zelfs zenuwachtig voor Dino. Hij heeft het overleefd, gelukkig. En ja. Zo. Sleur op, man, ik vind Justin. Jammer. Gelijk dikke fit hier, oh. Oh, mensen, nou het... Het duurde maar heel eventjes, weet je, als je zo het ongevoel, als je hier s'avonds heen wil, dan sta je echt gewoon, nou ja. Ja, hij zei binnen een kwartiertje, volgens mij klopt het ook wel. Ja, zoiets, nou ja. Een kwartiertje, 20 minuten hebben gewacht. Ja, in totaal wel. Vanavond sta je gewoon een uur te laten. Ja, het duurt natuurlijk wel even eerder voordat je iedereen weer naar boven, naar beneden. Ja, goed, het is verschrikkelijk. Je mag niet wachten, dat zeggen ze alleen, zodat ze nou klanten aantrekken. Ja, ja. Ik kan zo kermisbaas worden. De huisbaas is dood, kermisbaas is geboren. Ja, Samson is er weer. Ja, kermisbaas? Nee joh, rond op man. Kijk mensen, deze achtbaan, ik weet niet of ik al verteld had. Het is een hangende achtbaantje op de kermis hier. En nou heb ik deze al een keertje gedaan in Weert. Als je hem onderuit wil zien, kun je hem zien. Maar hij lijkt heel soepel, maar dat is hij niet. Je zit er echt niet fijn in, het is echt een rammelbak. En hij is 5 euro. Ik vind het hem niet waard, zeg ik heel eerlijk. Maar er staat wel een gigantische rij voor. Zeg voor te kijken. Hier op de Tilburgse kermis. Ook een geweldig apparaat, mensen. De Experience. Moet je ook echt een keer gedaan hebben. Heel soepel. Je hebt hier al een soort van live reactie van gezien. Als je hem een keer tegenkomt, doe hem. Echt. Deze attractie, mensen, staat letterlijk de hele kermis al gewoon zo wat stil. Wat dood zonde is. Want het is zo'n goede attractie. En er staat ook op een best wel goede plek hier. Gelijk zo, ja, vlakbij de trein, weet je wel. Gelijk een beetje het begin van de kermis. En toch gaat niemand hier in. Ik vind het maar zonde. Hé, Tino? Wat? Was leuk, hè, Tsunami toen? Ja, oh ja. Jammer dat hij hier zo... Hij draait hier heel slecht. De hele kermis eigenlijk gewoon staat hier bekant stil. Nou mensen, je hoort mij niet vaak zeuren op een kermis of over een opstelling of iets of weet ik veel. Het enige waar je mij wel over klagen is dit reuzenrad. Ik vind hem te klein. Voor Tilburgse kermis is het te klein. En hij staat naast Around the World, wat ik hem wel een beetje raar vind. Ik denk, ja, je hebt een zweefmolen en een reuzenrad naast elkaar. Het enige wat ik raar vind aan de kermis. Voor de rest wil je me nergens over klagen dat het dubbele zaak staat, zo boeien me niet. Alleen dit vind ik een beetje raar. Ik vind Tilburg moet gewoon een reuzenrad hebben van 60 meter hoog of zo. Het zou mooi zijn, dan weer een mooi uitzicht over de hele kermis. Dit nog een mooi uitzicht als je bijvoorbeeld in ooit het ding, de Gladiator zit, die is 62 meter hoog. Ga je nog rondje draaien bovenin, is veel beter. Hé Justin, was leuk hè, Gladiator? Ja, echt. Dat was jouw favoriet toch? Wat was dit toch? Nee. Leuk, nee, dat was die draait, weet je wel, 62 meter hoog. Ja, dat was mijn lievelings inderdaad, ja. Ja. Hij was keihard. Mijn favoriet is toch echt Ghost Rider? Ja, ik snap het ook wel. Wat is jouw favoriet? Ghost Rider. Ja, die van mij ook. Ghost Rider to the win. We gaan achteruit. Ja, vooruit, achteruit. Hier kreeg ik een vliegje in mijn oog. Oh ja, daar kreeg hij een vliegje in zijn oog. De Eclipse mensen, ook een aanrader. Die misschien nog naar, hoe heet het nou? Eindhoven komt. En het is een exclusieve attractie. Maar ik zou als ik jou was, als ik hem ooit tegenkom, doe hem. Want je komt hem echt niet vaak tegen. Nou heb je er twee edities van. Je hebt de Eclipse en de No Limit. Nou kreeg ik vorige keer de vraag welke vind je beter. Daar heb ik een heel simpel antwoord op. No Limit vind ik beter. Waarom? Die is iets kleiner. En omdat die iets kleiner is, is die zwaai nog heftiger. Dat zou je misschien niet zeggen. Maar dat is hetzelfde voor Propeller en Blackout. Wow, ik snap elke tering van die dingen. Dan nog zou ik ook kiezen voor Blackout. Blackout is echt mijn favoriete flat ride zelfs. Maar op het fietspad en overal fietsen. Ja, maar dat interesseert mij toch niks als ik over het fietspad heen loop. Ik heb overal recht op. Weet je toch? Hé Tino, ja toch? Niet van? Ja, is goed en erin. Nou, je zal wel denken, waar ga je in godsnaam heen? Nou, we gaan weer terug naar de auto toe lopen. Ja, maar even om. En we gaan naar de Efteling. Want het is vandaag, voor de mensen die nog niet weten, het is zaterdag. Als jullie deze video kijken, waarschijnlijk niet. Nee. Maar dat betekent, 9 pleins zijn, daar gaan we eens heen. En dus het mooie dus, dat je nog mooie Tilburgse kermis en Efteling kan combineren. Alleen dit weekend kan dat nog. Want? Vanaf vanaf maandag is de kermis alweer weg. Ook al weg. 10 dagen, gaan snel voorbij. Ach, laat ook maar. Ja, laat ook maar. Zin in? We zijn weer in de Efteling, mensen. En ja, we zijn net even nog langs de Burger King geweest.
eigenlijk standaard ritueeltje hier ook. Van de Tilburgse kermis naar de Efteling, het kan allemaal. Moet gastenservice. Ja, we moeten een gastenservice. Want Tino gaat zijn abonnement verlengen. Tino denkt, de Efteling is zo leuk, we gaan gewoon nog een jaar. Maar wat ik nou vooral zeggen, het is weer zo druk dat we gewoon op de tweede parkeerplaats staan, zo ver weg. Ik vind het zo belachelijk. Maar goed, we gaan er wat leuks van maken. Ik ga zo eens kijken hoe lang ik nuchter kan blijven deze avond. En dan gaan we er één groot feest van maken. Want het is namelijk een 9 zuip, ik bedoel, pleinenfestijn. Er staat gewoon een wachtrij. Hoezo? Tino? Ja? Nieuw abonnementje? Ja. Ja, zin in. Ja, wat is dit nou? Wat doe jij hier? Hey, het is Roa! Jolie, alweer? 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 Ik moet gewoon even ik zat vier dagen met jullie opgescheept. Nee, vier dagen met Jolie. Ik ben nou helemaal gek van je geworden. En dan ben je er weer. Oh, ja, maar ik ben toch jouw knuffelbeer. Ik ben altijd teddybeer. Bij jou. Jij bent teddybeer. Ik ben papa beer, jij bent teddybeer. Ik ben teddybeer, ik ben altijd bij jou. En dit is bij Dino. Ja. Moet het zo dichtbij? Ja, moet zo dichtbij, ja. Oké. Dat wil je niet. En Justin is eindelijk in een echte Polka Marina geweest. Wat? Dat is waar. Hij was wel gaaf. Ja hoor, we zijn aanbeland bij de Bondstoet. En hier heb je net op 5. Oh jee, punt wel. Ja hoor. Hering. Gaan we naar de toe, oké? Okay? Doe het. Vlog het. Film mij echt de hele tijd. Ja, dat was hem weer. Oh, je loopt gewoon weg. Oh, we gaan naar huis. Hoe lullig. Nou, dat was hem weer. De Bonte Stoet. En dan gaan we naar huis. Ik vind het altijd leuk. Zie je gelijk iedereen gezien, kun je gelijk naar huis. Toch, Rob? Ja. Ja, kun je gelijk naar huis. Nee, ik weet nog niet wat we precies gaan doen. We gaan ook ergens eten of zo.
Eten! Als ik ergens blij van word, dan is het eten. Ja, dat is echt zo waar. Hè, Rob? Best attackje ooit. Staat ook helemaal geen bak. Ik ga snoepen, hè, in het gemeentehuis. Ja. Zijn vandaag nog geweest. Maar, ja, we lopen nu naar de uitgang, we gaan weer weg, doei. Ik heb de Arabische schut. Mijn vrouw begrijpt deze grap heel, hè. En ik heb ook de intelligent Deslup. En meisje, weet jij misschien een Chinese schut? Ja, zo ja. Meisje, maar leuk, hè. En wie kent het Dynamo? Dynamo is ook een gevaarlijke ding. Kijk, Dynamo door deze. Normaal krijgen die Arabische applausje voor, hè? Ja, normaal wel. Ja, jij mag maar. Ik zal jullie even uitleggen wat Arabische applausje is. Voor de camera, je kan op YouTube zetten, iedereen weet wat Arabische applausje is. Hè? Arabische applausje betekent... Klappen, hè, mijn meisje. Meisje, ga naar stil en rond, ik wou weer te praten hier. Meisje, onze oase. Ik snap van, ja, is mijn gedachte. Oké. Dames en heren, jullie klappen heel hard in de handen. Heel hard. En jullie doen deze plek. Als jij straks op deze ding staat, dan kan ik alles laten dan jij wil. Ja, heel goed. Oké, heel goed. We gaan kaarten trekken voor jou, hè, meisje. Pak jij kaart. Jij was vorige keer katje, toch? Al nog steeds katje. Ja. Pak een kaart voor mij. Pak een kaart voor mij. Eén kaart mag jij pakken. Heb jij bovenste kaart? Heel goed. Laat dat iedereen zien van het publiek. Nou mensen, dat was een klein stukje van Ali Goochelshow dingen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het Fatamorganaplein leuker dan vorig jaar. De meningen zijn heel erg oververdeeld, maar ik vind het leuker als vorig jaar. Kun je wel zeggen, ja, ik mis Nadir. Maar dat was ook eigenlijk het enige wat leuk was vorig jaar. En nu heb je wel echt 4-5 verschillende shows hier. Op de achtergrond hoor je Tiësto nu aan. Nadir is nu Oh jee. Hi. We gaan even ijsje halen. The next day. Ja hoor. Huh? Zou je denken, what the fuck? We zijn al een Efteling. Ja, de vlog was abrupt geëindigd. En nu staan we gewoon ineens in Tilburg weer. Bij mijn vapapparaatje. En dit is gewoon echt gewoon te triest om te zien. Want ze breken mijn coasterrijder af. Kijk, die hele kant hebben ze al afgebroken hier. En echt, de kermis is letterlijk pas. Nou, hoe lang is geleden dichtgegaan? Doe maar even kijken. Het is nou 11:30. En in een half uurtje tijd, kijk dan hè, dat doen hun zo snel. Morgenochtend is hier gewoon alles weg. Maar ik vind het echt rot om te zien, want dit was echt mijn favorietje van de kermis. En nu gaat het allemaal weer weg. Ook weg. Maar ja, dan zou je denken, wat heb je vandaag dan allemaal gedaan? Ja, we gaan samen huilen. Stop me from crying. Oh, Luc Coast Rider ook al weg. Ja, wat hebben we allemaal gedaan? Efteling vandaag weer. Rondje over de Tilburgse kermis gaan. Hey, die liet ze eruit. Huh? Oh hier. Yeah. Heel abrupt ook. Hadden we in dat donkere ding gezeten, ik had nog harder gekild. Serieus. Ze hebben me bijna zo ver gekregen erin te krijgen. Nou, nooit meer. Maar serieus. Ik werd gek. Ja joh, breek maar af joh. Zet maar op in mijn tuin. Ja toch? Ja. Nou, in elk geval. Ik kom iedere dag weer langs. Ja, kom maar. Dan worden we gewoon bij Kevin thuis. Ja, dat is toch super gezellig. Nee, maar kijk. Wat ik zeg wilde. Hier komen nu wat beelden van de vuurwerkshow. Oh, wat mooi! Oh, wat mooi! Alle tovertwinkels! Ik heb nooit iets moois gezien. Nou, valt wel tegen. Ach ja, oké, tovertwinkels. Ja, dat maken ze wel. Nou, oh. Kijk wat daarachter gebeurt! Oh, hij is een mooi. Dat kan niet mooier. Kijk, daar komt hij, zo daar komt hij. Bim! Bim, bim! Oh, pak je. Wat duurt dit al lang? Kunnen ze niet even pauze inlassen?
Oh, kijk, dat is mooi. Wat dacht je daarvan? Geweldig. Bim, bim, bim. Ja, gewoon kinderen. Die knallen zijn hartje heen. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Want jij hebt echt twee, ik had het niet. Hoezo? Dan kan ik beter zien, kijk. Oh, het is al weg. Jammer hoor. Oh nee. Het is wel zo fel. Ja. Mooi. Dat vind ik dat zo mooi. Oh, dat zie ik gair. Dat zie ik zo gair. Tilburgs. Au, dat heeft me... Oh, dat is zoveel pijn. Oh, dat... Ja. Ruik je dat niet? Ja, het ruikt net verbrand. Oh. Oh, dat vind ik mooi. Nou, Jim, was dit het? Oh, wauw, wat mooi. Was dit het? Ja, oh, just please, mensen. Dit voelt gewoon als een begrafenis. Ja. Dit voelt gewoon als een begrafenis. Hè? Ja. Ja, officieel noemen ze dat zo, hè? De begrafenis van de kermis. Oh. Nou ja, ik hoop dat je volgend jaar weer terug is, mensen. En ik hoop dat jullie het ondanks, ook al is het weer een hele random vlog geworden. Met wat Tilburgse kermisbeelden, Efteling. Het is altijd een hele random vlog. Vooral de laatste weken doe ik heel veel kermis en Efteling combineren. De komende weken doe ik dat ook nog. Want het Negenpleinenstein is ook nog de hele maand augustus. Dus daar gaan jullie nog wel wat meer van zien. Wij gaan er weer vandoor. En ja... Jullie kennen hen nog wel. Ja. Ik ken hun niet. Ik ken hen. Mag je vlog? Nee. Jammer voor je. Ga natuurlijk met praten, pik. Ja. Maar ja. Ga natuurlijk met praten, pik. Gaat fout. Gaat fout. Gaat fout. Gaat fout. Nou moet je die camera eens even weten. Oh ja. Gaat fout. Jammer voor je. Oh nee, dit is zo erg. Dit is zo erg. Kijk, daar gaat een hele plaat. Kijk mensen, dit ja, even huilen. Ik ben er vanavond nog in geweest. En ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk. Ik wil hem hebben. Ik ga hem overkopen. Ik zeker in moeten gaan. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk niet. Ik heb deze achteruit gedaan, mensen. Jullie hebben het kunnen zien in de vlog. Ik ga hem overkopen. Ik heb
20 cent. 20 cent, mag ik hem kopen? Moet je wel eens even oppoetsen. Jij op haar daar maar neer. Nou mensen, het is toch levensgevaarlijk. Kijk, er is gewoon eentje afgebroken, zie je dat? Die staat, is gewoon afgebroken. Nou weet ik waarom die dicht is. Nee, ik kan niet maken mensen. Maar kijk hier, ze zijn nu de gaas aan het afbreken. En ze gaan hem weghalen en deze gaat terug naar de fabriek. Naar KMG fabriek. En dan waarschijnlijk komt hij wel weer een keer op een volgende kermis te staan. Maar het is natuurlijk wel gewoon sneu allemaal wat er gebeurd is. Mensen, laten we eerlijk zijn. Lullig. Hij gaat weer weg. Ik vind het echt heel lullig, want ja, hun hebben zo erg uitgekeken natuurlijk naar Tilburg. En dan gebeurt dit. Het is gewoon sneu. Hey Ticento, ja. Zullen we even in de booster gaan? Ja, is goed. Ja? Nou, gelukkig draait hij nog wel... Oh, wacht even. Ja, er is een gondeltje afgevlogen. Dus, oh. Dan laten we er maar niet in gaan. Ze trekken gewoon de stekker eruit. Ze denken, we zijn er klaar mee. Nou, hè. Eindelijk weer van iedereen af. Ga ik lekker weer naar huis. Lekker met mijn autootje. Ook weer van Tilburg naar huis hier, oh. Even mijn kofferbak openmaken. Want er zit natuurlijk altijd lekker drinken in. What the fuck? Oh, ik heb een lekkere jongen meegenomen. Nou, ga jij met me mee naar huis. Ben je dood? Politie! Nou mensen, heb jij hier nog wat op te zeggen of niet? Red me. Doei Ticento. Wij gaan naar huis. Doei. 2 hours later. Nou, Sharon en ik zijn lekker uit eten geweest. We hebben lekker wezen zuipen en zo. Hartstikke dronken eigenlijk. Ja, ik doe alsof ik dronken ben. Dat ben je toch goed in, meid? Nou, even kijken of hij nog leeft, hoor. Kijken. Je bent dood. Doe alsof je dood bent. Ja, dood, ja? Dood. Dood. Oké, then take two. Dood, hartstikke dood. Niet meer, geen leven meer in te krijgen. Ga eens rijden met m'n achterin. Hè? Nee. Ga eens rondje rijden. Hoor je dat? Ja. Oké, doe ik dat. Wij zijn zo badass. Even een lekkere jongen ontvoerd. Wat moeten we er nou mee doen? Ja, ik denk weer de kofferbak openmaken of zo. Even kofferbak openmaken. Even kijken of hij daar nog ligt. Hoe kom ik hier nou ineens? What the fuck heb jij gedaan? Help. Jij liet net naar... Help. What the fuck? Jullie zijn raar. Zo, heel mijn lens onder. Maakt niet uit. Ik lik het er wel af. Help. Ik ken hun niet. Zijn goed fans, schrijf op je. Ga gewoon weg. Maak misschien een handtekening. Lekker. Waar wil je hem hebben? Mijn rechterbal. Oké, mensen, het niveau zakt. Druk deze video gewoon weg. Nee, doe maar niet. Doe het maar wel. Geef maar gewoon een like. Geef een like en subscribe. Doei, punt. Oh, lekker.